De verwarmingsinstallatie wordt waterzijdig ingeregeld. En dat is eigenlijk wat er vandaag gaat gebeuren. Het was niet zo lekker warm in de winter, dus ik heb vloerverwarming en alles en dat voelde gewoon niet goed. Daar ben ik wat meer over gaan lezen. Wat je allemaal kunt doen om energie te besparen, maar ook om het comfortabeler te krijgen. Want met name dat comfort vond ik niet zo prettig. En toen kwam ik hierop terecht. Op het moment dat iemand een nieuwe ketel koopt en je gaat van een oude situatie naar een nieuwe situatie en er ontstaan comfortklachten, dan wordt eerst naar de ketel gewezen van ik heb een nieuwe ketel en nu heb ik klachten. En dat had ik met die oude ketel niet. Dus ik wil graag dat je dat bij de ketel gaat oplossen. Maar de oplossing ligt niet bij de ketel, ligt heel vaak in de installatie. Een aantal jaren geleden zijn er ketels gekomen, zoals die van Gamea. Die reageren op hoe de installatie is. En als de installatie niet is ingeregeld, dus niet doet wat hij moet doen, doet die ketel dat niet. Nou, als installateur moet je eerst gaan kijken wat voor radiatoren er hangen en of er vloerverwarming zit. Dan ga je alle radiatorkranen die ga je vervangen. Dat zijn dynamische kranen. Dat zijn instelbare kranen die precies doen wat een radiator vraagt. Die zorgen altijd dat de ketel in die situatie komt waarbij die het meeste gas kan besparen. Nou, vervolgens als je ze allemaal vervangen hebt, dan ga je het systeem weer vullen. Dan ga je alle radiatoren af en in regelen, zodat ze zo efficiënt mogelijk kunnen stoken. Ja, en zo min mogelijk energie verbruiken. De oude situatie, ik laat jullie hier zien, 4 radiatoren. We hebben daar een bepaalde hoeveelheid water doorheen gehad. Ik draai hier een kraantje dicht en wat zie je? Dan gaat in de rest van de radiatoren gaat de hoeveelheid water omhoog. Want dan blijkt gewoon dat ik te veel water door de installatie laat stromen met alle gevolgen van die daling van rendementen. De nieuwe situatie, dat zijn deze kranen. Wat wil ik in de installatie? Balans hebben. Balans heb ik als ik deze kranen ga plaatsen, eigenlijk wel heel makkelijk. Ik draai er eentje dicht en de balans is gewoon nog steeds aanwezig. En zo hoort het ook steeds. Als alle radiatorenkranen, als die allemaal geïnstalleerd zijn, dan gaan we de radiatoren gaan we opmeten. Dan hebben wij een appje. En als ik dat heb ingevuld, dan komt hier het aantal liter per uur komt hieruit. Nou, en daar regel ik hem dan op in. En dan verbruikt hij dus precies het aantal liters dat die radiator nodig heeft. Het is nu een heel team geworden. Je krijgt een warmtevraag naar de ketel. Je zegt oké, ik ga beginnen. Zijn jullie er klaar voor? En dan gaat de show beginnen. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, een van de grootste innovaties van de laatste jaren. Nee, ik vind het een geweldig mooi systeem. Ja, eigenlijk inderdaad heel simpel. Ja. Dat merk je niet alleen in je portemonnee, maar het is ook gewoon beter voor het milieu. Dat vind ik zelf belangrijk. Maar twee, het is gewoon comfortabeler in je eigen huis. En je gebruikt minder gas. Dus het is eigenlijk een win-win situatie. Dus waarom zou je het niet doen?